Welkom op deze webinar over Peru. Leuk dat u meeluistert. De aankomende 30 minuten ga ik u alles vertellen wat dit prachtige, veelzijdige land te bieden heeft. Aan de hand van een soort van voorbeeldreis. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat u vragen heeft. Deze kunt u stellen ook aan ons via de Q&A-knop die u onderaan uw beeld ziet staan. Mijn collega en co-host Karen Zandstra zal deze vragen verzamelen. En aan het eind van de presentatie zullen wij deze gaan beantwoorden. Ik wens u heel veel plezier. Graag zou ik me eerst even willen voorstellen. Mijn naam is Sheila Luiten en ik ben inmiddels al zo'n 20 jaar werkzaam in de reisbranche. En eigenlijk na al die jaren vind ik het nog steeds ontzettend leuk om mijn persoonlijke reiservaringen te delen en de reizen op maat samen te stellen. En bij Talisman houd ik me voornamelijk bezig met de bestemmingen Zuid-Afrika, Argentinië en Peru. En zoals beloofd ga ik u vandaag meer vertellen over het prachtige Peru. Wat u hier ziet staan is onze website. Er zijn vandaag ook een aantal luisteraars die nog niet eerder met Talisman Travel Design hebben gereisd. En ik zal graag even vertellen wie wij zijn. Talisman Travel Design is al meer dan 25 jaar maatwerkspecialist in luxe en bijzondere reizen. Met name naar verre bestemmingen, maar inmiddels hebben we ook een aantal Europese bestemmingen aan ons aanbod toegevoegd. Wellicht heeft u het in de laatste nieuwsbrief ook kunnen lezen dat onze laatste aanwinst Portugal is. We zijn erg selectief in het kiezen van hetgeen wat wij aanbieden. Zo reizen wij als specialist ook zelf regelmatig naar onze bestemmingen om accommodaties te checken, maar ook bijvoorbeeld om nieuwe tours en excursies uit te proberen. Om zo te kijken of het wel aansluit bij hetgeen wat we willen aanbieden. We vinden het ook heel erg leuk om de reizen samen met u samen te stellen. Want het is belangrijk, uw wensen staan uiteraard centraal. En op basis van onze ervaringen en adviezen kunnen we er een hele mooie reis van maken. Die helemaal aansluit bij uw wensen. En waarbij ook het optimale uit de reis halen. Zoals gezegd, op de foto ziet u een afbeelding van onze website. Hier kunt u terecht voor nog meer informatie, inspiratie. Dus neem er gerust een kijkje. Dat is altijd heel inspirerend. Nou, eerst ga ik kort even vertellen wat algemene zaken over Peru wat belangrijk is om te weten. Zoals u ziet is... Peru, het is een groot land in Latijns-Amerika. U kunt rechtstreeks vliegen vanuit Amsterdam naar Lima, de hoofdstad. De vlucht duurt ongeveer 12,5 uur. En wat wel heel fijn is, is dat u rond middaguur in Amsterdam vertrekt. En rond 6 uur 's avonds in Lima landt. Er is wel een tijdsverschil. Hè? In de zomer is het 7 uur vroeger en in de winter is het 6 uur vroeger. Maar mijn persoonlijke ervaring is dat je daar eigenlijk weinig last van hebt. Geen jetlag of iets dergelijks. Het is een heel groot land en Peru kun je eigenlijk grofweg in drieën delen. Zo heb je de kuststrook en dat is vrij woestijnachtig. De Andes natuurlijk, het gebergte met zijn pieken tot 7000 meter. En de jungle van de Amazone. Het is een ontzettend boeiend land met heel veel verschillende gezichten. Met hele diverse natuur. Hè, wat ik zei, woestijnlandschappen, de jungle, bergen. Daarnaast heeft het ook heel veel mooie steden. De mensen zijn fantastisch, heel vriendelijk. En niet onbelangrijk, de Inca-cultuur die je kunt leren kennen. En nog belangrijker vind ik zelf is dat Peru en Lima ook als culinaire bestemming echt aan de top staat. Je kunt er fantastisch eten, dus als u van lekker eten houdt, dan kunt u uw hart hier ook zeker ophalen. En hoe gaat het nou eigenlijk, dat reizen door Peru? Er zijn eigenlijk verschillende manieren om door Peru te reizen. En het is eigenlijk altijd wel een combinatie
van verschillende mogelijkheden. En dat maakt het reizen door Peru ook heel erg leuk. U zult grotendeels met een privéchauffeur en gids gaan reizen. Maar andere delen bijvoorbeeld weer met een trein. Om bijvoorbeeld bij Machu Picchu te komen, ja, daar kun je niet over de weg geraken. Dus dat stuk wordt altijd met trein gedaan. Daarnaast zijn er ook nog meerdaagse treinreizen mogelijk. Aan bijvoorbeeld aan boord van de Andean Explorer, een van de Belmont treinen bijvoorbeeld. Maar ook zijn er mogelijkheden om een aantal dagen bijvoorbeeld op een luxe cruise te zitten door de Amazone. De mogelijkheden zijn legio. En qua reistijd is het ook wel belangrijk om te weten dat je eigenlijk het hele jaar door naar Peru kunt reizen. Maar als je kijkt naar de beste reistijd, dan is dat eigenlijk wel in het droge seizoen van april tot november. Er is een regenseizoen dat loopt meer van december tot maart. Waarbij de meeste regen echt in half februari, half maart valt. Qua temperatuur moet u denken eigenlijk, dat verschilt heel erg natuurlijk waar u bent. Aan de kust is het eigenlijk... Daar kun je sowieso het hele jaar altijd door. Dat is altijd aangenaam, zo'n 23 tot 27 graden. In de Andes ligt de temperatuur eigenlijk een beetje tussen de 15 en 25 graden. Ligt eraan wanneer u gaat, maar in de nacht kun je nog eventueel vorst krijgen als je echt in de winter gaat. En in de Amazone is het eigenlijk altijd een tropisch regenwoudklimaat met een gemiddelde temperatuur van 30 graden. Alvorens virtueel op reis te gaan, wil ik je graag een korte video laten zien wat u kunt verwachten van Peru, wanneer er weer gereisd kan worden. Bij de vorige webinars hebben we gehoord dat de video wellicht wat hard staat, dus houd hier rekening mee met het volume. Dan ga ik zo het filmpje starten. Today, as the world redefines what it means to be rich, let's remember there is no greater richness than life itself, and that its protection and celebration has been a part of our philosophy for more than 5,000 years, since we first discovered that the Earth is our mother, which means that all of you are our sisters and brothers. So although today we must be apart, we are preparing to once again embrace you and welcome you to the country where you will discover the true meaning of richness. When all this is over, we will be even more certain. We measure richness not by who has the most, but instead by who most celebrates life. Zoals gezegd neem ik u graag mee op een virtuele reis om een aantal van die prachtige gebieden u te laten zien. Gemiddeld is een reis ongeveer 18 dagen, maar zoals u weet, wij doen maatwerk, dus al gelang de tijd u heeft, kunnen wij een mooie reis samenstellen. Deze reis begint in Lima. U komt comfortabel naar een heerlijke vlucht aan in Lima en dan is het ongeveer een uurtje rijden naar uw accommodatie. Dit is een accommodatie, dat is een van mijn favorieten. Hier heb ik zelf ook geslapen. Het is een small luxury hotel, echt kleinschalig met zo'n 20 kamers. Wat ik zelf heel erg leuk vind, is alle kunst die ook door het hele hotel te zien is. Het heeft een erg goede service en de goede ligging is ook een van de redenen waarom veel mensen hiervoor kiezen. Het ligt namelijk in de wijk Barranco, vandaar dat het hotel B is met de B van Barranco. En Barranco is eigenlijk een van de leukste wijken van Lima. Het is een hippe buurt waar je veel art deco huizen vindt, street art, galleries, heel veel trendy restaurants waar je lokale specialiteiten kunt proeven, zoals ceviche. Maar buiten de wijk waar u verblijft of waar u zult verblijven, is een bezoek aan het stadscentrum van Lima natuurlijk ook de moeite waard. Lima is een moderne stad met toch een eeuwenoud hart met vele koloniale gebouwen zoals u hier kunt zien. U kunt ook bezoek brengen aan de kathedraal.
Dit is het Plaza Major, het centrale plein van Lima. En uw gids, privégids, zal u het een en ander vertellen van die historie en wat deze plek eigenlijk heel bijzonder maakt. Zoals eerder aangegeven is Peru echt een culinaire topbestemming. Wat wij eigenlijk altijd ook adviseren als u van lekker eten houdt, is om een leuke culinaire tour toe te voegen aan uw reis. Dit kan bijvoorbeeld door een cooking class en diner te doen. Dan gaat u samen met een lokale chef de keuken in om de heerlijkste gerechten te bereiden. Andere mogelijkheden zijn is een streetfood tour. En dan gaat u ook met een privégids verschillende marktjes af, verschillende lekkere restaurantjes en kunt u overal proeven. En in Lima staan ook verschillende toprestaurants waar u lekker kunt gaan eten. En daarvoor reserveren we graag een tafeltje voor u. Denk bijvoorbeeld aan befaamde restaurants als Centraal en Astrid y Gaston. Dat zijn echt hele goede restaurants die een begin van een reis natuurlijk al extra fijn maakt. Op het kaartje ziet u steeds een blauwe stip staan. Dat duidt op waar u bent. Dus u vliegt nu eigenlijk van Lima met de binnenlandse vlucht naar Puerto Maldonado in de Amazone, het zuidelijke Amazone gedeelte. Deze vlucht duurt ongeveer 2 uur. En als u daar aankomt, wordt u met een junglebusje naar de rivier gebracht. En daar stapt u aan boord van een boot, zoals u ziet op deze foto. En deze boot brengt u eigenlijk in 45 minuten naar uw Jungle Lodge. Wat ik zelf heel bijzonder vond, is dat je eigenlijk al gelijk begint met dieren spotten. Het is niet saai. Onderweg van Puerto Maldonado naar de lodge zag ik bijvoorbeeld al capybaras en caimannen. Dus ik was al gelijk al helemaal enthousiast. En wat ook heel fijn is om dit naar bijvoorbeeld Lima te doen, is dat de Amazone niet op de hoogte ligt. Dus u heeft geen last van hoogteziekteverschijnselen. En om deze redenen, plannen we eigenlijk een bezoek aan de Amazone vaak aan het begin van de rondreis of aan het eind van de rondreis, zodat u geen schommelingen heeft in hoogte. Waar verblijft u dan als u na 45 minuten van boord stapt? Dat kan zijn inderdaad in Inca Terra Reserva Amazonica. Dit is echt een eco-lodge, fantastische plek. U verblijft eigenlijk in allemaal van die kleine hutjes, zoals u daar ook ziet. In het hutje, nou ja, het is een beetje oneerbiedig gezegd, want het heeft alle comfort. Die u op de foto ziet, daar heb ik zelf ook geslapen. Deze accommodatie geldt ook als een van de 25 beste ecolodges ter wereld. Het zijn totaal maar 35 cabana's, zoals die huisjes heten. En wat heel fijn is, is dat het ook heel erg toegankelijk is. Want het is slechts 45 minuten varen. Terwijl bij andere lodges u soms echt uren moet gaan varen om bij de lodge te komen. Het is een hele mooie plek waar u echt heel veel verschillende dingen kunt doen. Er is eigenlijk een à la carte activiteitenprogramma waar u aan kunt deelnemen. En ja, wat kunt u dan zoal doen? U kunt op jungle trektocht, u kunt piranhas gaan vissen. U kunt een mooie wandeling maken over de Canopy Walk, die brug die u onderaan ziet. Die brug die zit op ongeveer 35 meter hoogte. Dus vanuit de top heb je natuurlijk weer een heel ander zicht op de jungle dan als u beneden loopt. Als u heel veel geluk heeft, kunt u ook de jaguar spotten. Ik heb zelf dat geluk helaas niet gehad, maar mijn collega heeft dat wel gehad. Dus het is echt ontzettend bijzonder natuurlijk om dat mee te maken. Maar verder heb ik ook nog luiaards. Ja, er is ontzettend veel te doen. Het is wel een van mijn mooie herinneringen die ik hier eigenlijk heb in de Amazone. Het is echt een heel boeiend gebied. Na een aantal dagen in de Amazone vliegt u eigenlijk maar in slechts 25 minuutjes naar Cusco. En u zult merken dat u dan gelijk in een hele andere wereld aankomt. Cusco ligt op 3400 meter. En dat merk je ook echt als je het vliegtuig uitstapt. Ik merkte zelf dat je toch een beetje kortademig wordt. De lucht is echt een stukje eiler.
Vandaar dat wij eigenlijk u willen voorstellen om gelijk naar de Heilige Vallei door te reizen. Wat iets lager is gelegen, op zo'n 2300 meter. En waar u perfect kunt acclimatiseren. De rit vanuit Cusco naar de Heilige Vallei duurt ongeveer 1,5 uur. En dan komt u allemaal door hele leuke dorpjes en mooie omgeving. Dus ja, dat is een hele mooie rit. En dan kunt u in de Heilige Vallei weer op verschillende plekken natuurlijk verblijven. Soli Luna Lodge is een van mijn persoonlijke favorieten weer. Het zijn eigenlijk allemaal vrijstaande huisjes, casitas, die prachtig verspreid liggen in een hele mooie aangelegde tuin. Ja, heerst een hele fijne sfeer. Heel gemoedelijk. Je kunt hier natuurlijk lekker relaxen aan het zwembad. Maar je kunt ook kijken naar naar een show. Er is een ranch bij dit hotel met traditionele paso-paarden. En wat wel leuk is als u daar gaat lunchen, kunt u ook genieten van een demonstratie hoe elegant deze paarden zijn en hoe ze bewegen en dan op traditionele muziek. Dus wel heel erg leuk om daar dat een keer mee te maken. En daarnaast kunt u ook deelnemen aan verschillende workshops. Culinaire workshops, maar bijvoorbeeld ook pottery workshops en weaving workshops. Dus het is een hele leuke plek om te verblijven. En een hele goede uitvalsbasis om het een en ander te gaan bekijken in de Heilige Vallei. Een andere mogelijkheid om in de Heilige Vallei te verblijven is dit luxe Belmont Hotel, Rio Sagrado. Ook hier heb ik zelf mogen overnachten. Echt een heerlijke, rustige plek. Prachtig gelegen aan de heilige Urubamba rivier. Wat wel ook heel erg leuk was, is dat daar de lama's ook gewoon door de tuin aan het wandelen waren. Dus het is een hele leuke, mooie plek kamers en suites, maar deze accommodatie heeft bijvoorbeeld ook twee privévilla's, wat perfect is als u met bijvoorbeeld meerdere stellen reist of met uw familie reist. Dus, en wat ook heel fijn is dat dit hotel ook een eigen treinstation heeft, waar u op de trein kunt stappen richting Aguas Calientes, de uitvalbasis om naar Machu Picchu te gaan. De Heilige Vallei is een prachtig gebied met ontzettend veel verschillende mogelijkheden die u daar kunt doen. Er zijn echt diverse excursies die je kunt doen, zoals bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de Indianenmarkt in Pisac. Heel kleurrijk. Je krijgt echt even een inkijkje hoe de lokale markt werkt. Al de mensen zijn allemaal kleurrijk gekleed. Het is echt heel leuk om dat mee te maken. Wat ik zelf samen met mijn collega Ronde heb gedaan, is een weaving workshop bij Awamaki. Dit is echt een manier om echt contact te krijgen met de mensen die in het Andesgebergte wonen. Awamaki is een non-profit organisatie die vrouwen die in dorpjes wonen in het Andesgebergte in staat stelt, zeg maar, om uit de armoede te komen door tours en het verkopen van hun textielen. Dus je gaat echt een halve dag mee met hen. Je luncht ook met hen samen. Je krijgt echt een demonstratie. Zonder dat het echt een tourist trap is. Het is echt heel oprecht. Voor de actievelingen onder u zijn er ook legio mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de mountainbike tocht. Zoals u hier ziet kunt u een mountainbike tocht doen vanaf de cirkels van Morai, die u rechtsboven ziet. En dan fietst u in ongeveer 2,5 uur na de zoutpannen die u er linksonder ziet. Een hele mooie fietstocht, niet te moeilijk. Een leuke alternatieve manier om de mooie omgeving in je op te nemen. Als u nog actiever bent, kunt u ook meerdaagse trektochten doen, wandeltochten. Er zijn verschillende trekkings. Bekend is natuurlijk de Inca Trail. Dat is eigenlijk een Inca Trail. Ja, de Inca Trail die bieden wij eigenlijk als Talisman niet aan, omdat het hutje-mutje is qua lopen. Je loopt echt achter elkaar aan. En wij, als u daar interesse in heeft, hebben wij mooie alternatieve meerdaagse tochten waarbij het minder druk is en waarbij die zeker niet minder mooi zijn en waarbij ook u de Inca-routes volgt.
En u kunt eigenlijk dan ook onderweg, als u bijvoorbeeld de lodge-to-lodge trekking doet, dat is een bekende trekking waarbij u toch ook in comfort slaapt, zoals u rechtsboven kunt zien. Dus dan heeft u en ja, wel de activiteit, maar 's avonds als u moe aankomt bij uw overnachtingsplek, toch een hele fijne en comfortabele plek om te overnachten. Andere mogelijkheden die je kunt doen is het river rafting of het ziplinen. Het raft is eigenlijk voor iedereen geschikt. Het is ja, een leuke tocht, maar niet te extreem. Dus dat is voor iedereen leuk. Ziplinen is ook ontzettend leuk om te doen. Ook een alternatieve manier om tussen de bergen door te roetsen. En als u dit allemaal wil gaan combineren met een heel bijzonder verblijf, dan raad ik zeker een verblijf in de Sky Lodge aan. Zoals u ziet, dit zijn glazen capsules die bevestigd zijn aan de bergwand. En om uw suite te bereiken, dient u dus 400 meter te klimmen. Natuurlijk staat veiligheid helemaal voorop, dus voordat u daaraan begint, krijgt u uitgebreide veiligheidsinstructies. Als u daar eenmaal bent, heeft u uw eigen comfortabele capsule. Zoals u ziet rechts op de foto, ja, u slaapt daar, er zit een zitgedeelte in. En vanuit uw bed heeft u echt 360 graden uitzicht over de prachtige sterrenhemel als u gaat slapen. En u geniet ook van een diner. En de volgende ochtend, na het ontbijt, gaat u weer afdalen. En dat doet u niet gewoon, maar dat doet u ziplinend. Dus het zal niet voor iedereen geschikt zijn. Maar het is als u ja, toch van activiteit houdt en iets heel bijzonders wil hebben, wat u nooit meer zult vergeten, dan is een verblijf in deze unieke lodge wel een aanrader. Vanuit de Heilige Vallei is het ongeveer 2,5 uur met de trein reizen. Zoals eerder gezegd, kunt u Machu Picchu ook alleen maar per trein bereiken. Er zijn verschillende treinen, zoals de Vista Dome die u hier ziet. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met onze tweede klas trein. Maar u kunt ook kiezen om met de nostalgische Hiram Bingham trein van Belmont te reizen. Deze laatste is een luxe trein. En daarbij krijgt u op de heenreis ook een heerlijke brunch geserveerd. En op de terugreis een luxe viergangen menu. En dan komt u aan in Aguas Calientes, dat is de toegangspoort van Machu Picchu. En dan kunt u verblijven in het Inca Terra Machu Picchu Pueblo. Ook dit is een van mijn favorieten, omdat het in zo'n prachtige groene oase is gelegen. Het zijn totaal 85 casitas, dus van die huisjes en villa's, verspreid als een oorspronkelijk Andesdorp. En hier kun je zelf ook al mooie trekkings doen, er zijn verschillende wandeltochten. Op het terrein van het hotel vindt u al zoveel, bijvoorbeeld al 350 verschillende orchideeën. Dat is een hele fijne spa, kortom een hele fijne plek. En dan is het zover. Hè? U gaat Machu Picchu ontdekken. Een bezoek van dit, aan dit wereldwonder zal zeker echt een hoogtepunt van uw reis zijn. Deze ruïnes liggen hoog op een bergwand. Dus het is eigenlijk al heel vreemd of eigenlijk ongelooflijk om te bedenken hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. En u bezoekt Machu Picchu uiteraard met een zeer kundige gids die u alles kan vertellen over deze magische plek. Om hier te komen kun je zelf met de gids zigzaggend naar boven wandelen, naar de ingang van de Inca-stad. Dat duurt ongeveer 1,5 uur, maar de meeste mensen nemen de bus en dan bent u binnen 25 minuten bij de ingang. En ook goed om te weten is dat ze bij Machu Picchu werken met een ochtend- en een middagshift, zodat er een maximum aantal mensen tegelijk in de stad is. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik daar aankwam, dacht ik van, jeetje, wat is het hier druk. Ontzettend veel mensen. Maar bleek dat die mensen eigenlijk allemaal stonden te wachten om de bus weer naar beneden te nemen. En eenmaal tussen de ruïnes zelf zag ik eigenlijk niet heel veel mensen. Dus dat valt heel erg mee. Wat ook vaak zo is, is dat het een beetje mysterieus is. Vaak een beetje bewolkt. Toen ik er was, regende het ook een beetje. En op een gegeven moment kwam de zon door en toen kwam er een regenboog en die landde echt midden in de Inca, tussen de Inca-ruïnes. Ja, dat is echt een moment dat ik echt nooit meer zal vergeten. Het is echt een magische plek en het is niet voor niks een werelderfgoedplek.
Ja, na Machu Picchu reist u door naar Cusco. Cusco behoort tot de mooiste steden van Latijns-Amerika. Als u hier aankomt, dan kunt u zeer comfortabel verblijven in het Belmont Palacio Nazarenas. Dit is een voormalig paleis en een klooster, gebouwd op de fundering van de Inca's. Het heeft een hele goede locatie in het historische centrum, op slechts 5 minuten wandelen van het centrale plein. En wat ook wel heel fijn is, is dat hier een groot verwarmd zwembad is. Dus ja, dat is ook wel fijn om fijn eventjes uw baantje te trekken als ontspanning en ja, te genieten van deze mooie stad. Een andere mogelijkheid om te verblijven is het Inca Terra La Casona. Ook een kleinschalige accommodatie, zeer sfeervol. Dit is ook de accommodatie waar ik zelf ook heb verbleven. En ja, de service is ontzettend goed. Ja, het is echt een. Ook dit hotel ademt historie, maar kent wel alle luxe en de comfort wat u van een goed hotel mag verwachten. Natuurlijk mag een citytour door Cusco niet ontbreken. Dus uw privégids neemt u graag mee door deze mooie stad. In deze stad vind je ook veel Spaans koloniale invloeden terug. Zoals de kathedraal die u hier rechtsonder ziet staan. En verder vind ik het zelf vooral ook een hele gezellige stad. Echt heel veel leuke kleine straatjes, winkeltjes, boutiquejes. Dus je zit opeens weer tussen de mensen. Dus dat vind ik ook zo leuk van deze reis. Dat het heel veelzijdig is. De een moment zit je in de natuur. En nu zit je weer in te midden van een leuk, gezellig, bruisend centrum. Het is echt de oude hoofdstad van de Inca's. En je ziet ook qua architectuur is het ook heel mooi met die balkonnetjes. En heel veel mensen nog in klederdracht. Ja, het heeft een hele bijzondere sfeer. En vooral heel gezellig. Natuurlijk ga je een citytour doen, maar er zijn nog andere leuke tours die je kunt doen of excursies. Zoals bijvoorbeeld deze chocolate workshop. Het is gewoon leuk om te doen, bijvoorbeeld met het gezin. En voornamelijk ook heel erg lekker. Maar vanuit Cusco zijn er nog veel meer mogelijkheden. En uniek is eigenlijk een trektocht naar de Rainbow Mountain. En u ziet het plaatje hier rechts ook. U zult wellicht denken, nou dat is ingekleurd. Hè, dat kan niet, die kleuren, maar dat is echt daadwerkelijk zo. Om dit spectaculaire schouwspel te aanschouwen, moet u er wel iets van voor over hebben. Want het is vroeg starten vanuit Cusco om zo 4 uur 's morgens. En wat ook belangrijk is, als u deze tocht wil gaan doen, dat u goed geacclimatiseerd bent. Want als u gaat wandelen, en dat is ongeveer een dagwandeling, dan komt u ook wel op hoogte van wel 5000 meter. Dus om hoogteziekte te voorkomen is het belangrijk dat u goed geacclimatiseerd bent. In deze voorbeeldreis heeft u dat natuurlijk goed gedaan, want dan bent u al een tijdje in de Heilige Vallei geweest. En voor de afsluiting kunt u weer naar een heel ander gebied, naar de kust, en kunt u gaan naar Paracas. En vanuit Cusco vliegt u dan naar Pisco. Dat is een plaatsje dat net buiten Paracas ligt, op zo'n 20 minuten rijden. En ja, het is een hele fijne plek om af te sluiten. Het totaal ander landschap weer, zoals u kunt zien, echt woestijnachtig. En wat wel heel bijzonder is, is dat de woestijn ook echt in de zee onvereindigd. Dat zie je ook bijna nergens. Dus een heel mooi gezicht. Hier kun je eigenlijk van allerlei dingen doen. Je kunt natuurlijk lekker gaan relaxen. Hier zie je lekker de palmbomen, lekker groot zwembad, een strand. Deze accommodatie Luxury Collection Libertador Paracas is een van de topaccommodaties hier. Mooie tuin. Goed verzorgd, lekker eten. Het heeft ook een strand, maar goed om te weten is dat u niet de zee in kunt vanwege de stroming. Maar u kunt wel heerlijk genieten van lekker eten en een drankje. Om zo al het moois wat u heeft gezien tot nu toe eens te overdenken.
Maar u hoeft niet alleen maar te gaan ontspannen. Dat mag natuurlijk wel, u hoeft niks. Maar wat ik u zeker zou adviseren is om de Ballestas Island boat tour te doen. De Ballestas Islands liggen net voor de kust. En ze noemen ze ook wel eens de mini Galapagos eilanden. En waarom is dat zo? Is omdat het ontzettend grote verzameling aan dieren heeft. Zoals zeeleeuwen, dolfijnen, pinguïns. Ja, van alles. Ontzettend veel vogels. Rechtsboven ziet u, ja, u kunt het misschien niet heel goed zien. Ik dacht ook eigenlijk van, nou, is dat nou een zwart strand? Maar daar lagen dus duizenden zeeleeuwen. En toen ik er was, waren er net allemaal kleine pups geboren. Dus dat maakte een lawaai van de jawelste. Maar echt zo bijzonder om te zien. En deze tocht duurt ongeveer 2,5 uur. Wat ook een iets is wat u kunt gaan bezoeken vanuit uw hotel in Paracas, zijn de Nazca-lijnen. En de Nazca-lijnen zijn eigenlijk het grootste mysterie van Peru. De tekeningen zijn waarschijnlijk gemaakt door het volk dat grofweg zo'n 200 voor Christus tot 600 na Christus in het gebied leefde. En om de tekeningen goed te kunnen zien, moet je in een vliegtuig stappen. Nou, ik heb dat zelf ook gedaan. Ik wilde wel een soort van voorwaarschuwing doen. Want wat ik mij niet had gerealiseerd is dat de piloot de figuren, en dat zijn er een stuk of 16, aanwijst met punten van zijn vleugels. Dus hij helpt dan weer naar links over en dan weer naar rechts over. En ik heb eigenlijk altijd last van reisziekte. En ja, daar had ik dus nu ook last van. Dus als u weet van uzelf dat u daar ook last van heeft, dan adviseer ik u wel van tevoren een pilletje in te nemen tegen reisziekte. Zodat u wel zonder ziek te worden kunt genieten van dit bijzondere fenomeen. Naast de mooie gebieden die ik al heb laten zien, is er nog zoveel moois te zien en te beleven in Peru. Ja, helaas laat de tijd dat niet echt toe. Toch wilde ik nog eventjes het een en ander eruit lichten wat er nog allemaal te zien is. Zoals de condor die u er links bovenin ziet, die kunt u aanschouwen in de Colca Canyon in het zuiden van Peru. Ja, vond dat een van mijn mooiste dingen die ik heb gezien, want de condors kunnen wel een spanwijdte van 3 meter hebben. En die roet je dan zo over je hoofd heen. Ja, echt fantastisch. Het plaatje bovenin in het midden, dat is het Titicaca meer. Het hoogst gelegen bevaarbare meer van de wereld. Ook heel, heel bijzonder om te zien. Rechtsbovenin is eigenlijk ook een strand, een kustafsluiting van uw reis. In ieder geval een mogelijkheid, en dat is in Mancora. En Mancora ligt weer ten noorden van Lima. Echt op ongeveer 1,5 uur vliegen. En op deze plek is het hele jaar door ook zo'n 25 tot 27 graden. Heerlijke plek om daar te verblijven. En onderin wilde ik ook nog eventjes laten weten, ik had het in het begin kort even over meerdaagse cruise mogelijkheden. Wat u hier ziet is de boot van Aqua Expeditions. En daar gaat hij bijna als een soort safari door de Amazone heen. Meer dagen, kan 3 nachten zijn, 4 nachten of 7 nachten. En er zijn biologen aan boord, fantastisch eten. En het is bijna een soort van safari dat u op zoek gaat naar dieren. Je krijgt ontzettend veel uitleg. U gaat ook wandelen aan land. En dan gaat u met kleine bootjes van dit schip vandaan om daar ook het een en ander te zien. En hier heeft u ook de grote kans om de jaguar en de bijzondere roze dolfijn te zien. Ja, helaas zijn we aan het einde gekomen van deze webinar. Ik hoop dat u net zo enthousiast bent geworden als ik dat ben. Mocht u meer willen weten over deze geweldige, veelzijdige bestemming, dan hoor ik dat heel erg graag. En ik ga graag heel eventjes naar mijn co-host om te vragen of er nog vragen zijn binnengekomen. Hi Sheila, dankjewel voor de leuke presentatie. Er zijn inderdaad een aantal vragen binnengekomen. Ik denk dat er ook al een aantal van deze vragen inmiddels al wel zijn beantwoord, maar ik zal ze toch allemaal nog eventjes stellen. De eerste vraag is, wat zijn de mooiste koloniale steden in Peru? Ja, er zijn een aantal pareltjes inderdaad. Zoals ik zei is Cusco natuurlijk een hele mooie stad. Arequipa zelf in het zuiden vond ik ook ontzettend mooi.
Ja, die twee vond ik eigenlijk zelf het mooiste. Natuurlijk zijn er in het noorden van Peru ook nog verschillende mogelijkheden. Dus mocht u daar meer over willen hebben, dan hoor ik dat graag van u. Dan kan ik het een en ander uiteraard toelichten. Oké. De volgende vraag is: is het mogelijk om een cruise te maken over de Amazone in combinatie met Brazilië? Dat is een hele goede vraag. Er is inderdaad een cruise waar we net over hadden. Soms wordt ook inderdaad de combinatie gedaan met Brazilië. Wordt altijd per persoon bekeken. Dus graag kom ik daar eventjes persoonlijk bij u op terug. Want er zijn zeker mogelijkheden. En dan overleg ik graag met u even de mogelijkheden wat het is. Oké. Nog een vraagje over de Amazone. Hoe zit het met insecten in de Amazone? Het is zo dat in de Amazone, het is natuurlijk een regenwoud en het is vooral belangrijk, er zijn insecten. Ze kennen daar ook wel een minder nat seizoen. Vooral dit natte seizoen, zoals ik in het begin ook had aangegeven, heb je wat meer daar last van. Maatregelen in die zin is wel fijn om te nemen. In ieder geval wordt er altijd voorzien van insect repellent. Om dat er vanaf te houden. Uw accommodatie heeft in ieder geval altijd klamboes en dergelijke. Over inenting bijvoorbeeld, mocht u daar ook willen weten wat we daar moeten doen. Dan adviseer ik u toch altijd eventjes om naar de instanties te gaan. Omdat wij daar als talisman nooit een uitspraak over kunnen doen. Maar muggenspul, zal ik het zomaar even noemen, is zeker geen overbodige luxe. Oké. Dan is er nog een vraag. Hoeveel dagen heb je ongeveer nodig om te acclimatiseren in Peru? Meestal is dat in ieder geval, er zijn eigenlijk twee plekken waar vaak geacclimatiseerd wordt. Dat is op ongeveer 2300 meter. Dat is bijvoorbeeld in Arequipa, in het zuiden van Peru. En bijvoorbeeld in de Heilige Vallei. En ja, je hebt er eigenlijk minimaal zo'n 3 nachten voor nodig. Oké, duidelijk. Dan heb ik hier nog een vraagje. Wat houdt hoogteziekte precies in? Hoogteziekte, ja, goede vraag inderdaad. Wat houdt het nou in? Houdt eigenlijk in, doordat je op hoogte bent, kun je last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid. Om dat tegen te gaan, wordt er natuurlijk geadviseerd om in ieder geval de opbouw goed te hebben. Maar je kunt het ook, als je ter plaatse bent, ook grotendeels voorkomen, in ieder geval om door veel water te drinken. Wat de Peruanen zelf doen, is dat ze coca leaves kauwen. Of coca thee maken. Coca snoepjes, alles gaat met coca. Maar ook veel drinken als je op hoogte bent, dat is echt heel erg belangrijk. Wel 3 à 4 liter die je daar zo weg drinkt. En dan merk je wel dat wel een verschil uitmaakt. Oké. Dan heb ik nog een vraag. Is het land ook geschikt om te reizen met kinderen? Dat is zeker geschikt om te reizen met kinderen. Want er zijn ontzettend veel mogelijkheden om te doen. Actief, hè, zoals in de Heilige Vallei zijn ontzettend leuke dingen. Met het paardrijden of raften. Ja, van alles. Het is een heel geschikt bestemming om dat ook met families te doen. We hebben zelfs heel veel families die reizen inderdaad naar Peru. Heel, heel leuk. En dan kun je ook een beetje afwisselen qua accommodatie bijvoorbeeld. Of je in huis samen gaat zitten. Het is allemaal maatwerk. En afhankelijk van hoe actief de kinderen zelf zijn en wat hun interesses zijn. Kunnen we dat helemaal op maat samenstellen. Oké, duidelijk. Dan heb ik nog de laatste vraag. Is het ook mogelijk om een self-drive te maken door Peru? Bij Talisman bieden we geen self-drives aan, omdat wij vinden dat het is comfortabeler om met gids en chauffeur te reizen. Dat is hetgeen waar we ook voor kiezen. Ook omdat de afstanden vaak groot zijn en de wegwijzering ook niet altijd goed. En je moet ook wel een Spaans spreken, wil je dat willen gaan doen. Omdat niet alle mensen Engels spreken. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Dus vandaar dat we eigenlijk ook gekozen hebben voor een comfortabele, zorgeloze vakantie. En dan
ja, kunt u het beste gewoon met privéchauffeur en gids reizen. En bovendien krijgt u onderweg dan natuurlijk ook nog heel veel extra informatie van de gids, die ook er alles vanaf weten, omdat die daar vandaan komen. Oké, ik denk dat dat ook helemaal duidelijk is. Ik zie verder geen vragen meer binnengekomen. Dus dat waren de vragen in ieder geval voor nu. En ja, mochten er verder nog vragen zijn, dan kunnen ze natuurlijk altijd contact met jou opnemen, Sheila. Ja, ja, zeker. Oké. Okay. Dankjewel, Karin. Graag gedaan. Even. Hier zijn we. Ik wilde u even, in ieder geval ontzettend bedanken voor uw aandacht. Fijn dat u deel heeft genomen aan deze webinar. Graag wijs ik u nog even op de volgende webinar. Die gaat naar Thailand. Dus daar kunt u ook aan deelnemen. Nogmaals bedankt en hasta luego.